Hallo vrienden en vriendinnen van de afdeling Review en Ander Vermaak. Eens even kijken wat onze Ahmed dit keer heeft opgestuurd. Oh wacht, even een opmerking voordat we beginnen. Ik hoor wel eens van mensen, oh Jan, maar je doet net of je niet weet wat je onder die doos hebt zitten. Hoe kan dat nou? Ik zal je vertellen, er staat hier een heel team, weet je wel. We hebben hier cameraman, geluidsman, regisseur, assistentregisseur, productieassistenten en natuurlijk iemand van de catering die mij in de broodje klaarmaakt. Dus laten we eventjes eerlijk zijn. Jongens, laat eens van jullie horen. Enfin, het is dus een verrassing wat hieronder zit. En we gaan gelijk even kijken wat Ahmed heeft opgestuurd. Snoep. Amerikaanse snoep, dus hartstikke leuk. Nu denken jullie, die Jan, dat is best een forse jongen. Dat is best een jongen van formaat. Dat klopt. Maar dat komt dus niet door suikergoed. Want ik hou niet van suikergoed. Dit lijf is gemaakt door bier, barbecue en gehaktballen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik eet nooit snoep. Omdat ik namelijk niet zo van zoetigheid hou. Dus dit vind ik helemaal niet lekker. For the love of nerds staat erop. Gotta have grape. Seriously strawberry. Ah, leuk, er zitten twee smaakjes in. Oké. Okay. Het doosje is nu een soort van open. Maar kijk nou toch. Hier, een soort muizenkeuteltjes. Paarse muizenkeuteltjes. Jans mondje. Gadverdamme. Het punt is een beetje van druivensmaak. Als we dat chemisch namaken, smaakt het echt serieus naar bitter oorsmeer. Dit snoepje is eigenlijk niet meer dan een soort druivensuiker. Zuur met bittere oorsmeer druivensmaak. Niet te nakken dus. Eens even kijken hoe het is met zijn roze broertje. Of zusje zal dat dan wel zijn. Of nicht. Goh, je zou het niet geloven, maar dit zijn dan de roze muizenkeeltjes. Die ook niet te vreten zijn. Gaan we naar snoepje deel 2. En die heten Tootsie Rolls. Nou, hartstikke leuk. Mini bites. Candy coated chews. Ik had er helemaal niks mis mee zijn met candy coated chews. Op het doosje zijn ze zwart. En in je handje zijn ze groen. Nou. Het is een combinatie tussen karamel. Een hele slechte kauwgom. En je hebt zo'n kauwgom die en niet hard genoeg is, dat je daar zo doorheen koudt. Hij plakt ook aan je gehemelte. Oh, er zit wel een beetje cacao in. Naast suiker en maïssiroop en palmolie en dextrose en andere dingen waar je bok en bok dik van wordt. Het is gewoon één bak ja, heftige suikertroep met een klein beetje chocoladesmaak ergens. Heel ver weg. Dan hebben we er nog eentje over. Dat zijn deze hot tamales. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar leuk zijn, want dan brand je je bek aan. Die Ahmed is toch wel een grappenmaker, hè? God, ik ben nu al misselijk. Echt serieus. Ik heb denk ik bij elkaar 10 muiskeuteltjes met 2 verschillende smaken gegeten. 3 van deze dingen. Ik sta op het punt van kotsen. Enfin, nummer 3. Oh, kijk wat leuk. Dit zijn een soort rode zetpilletjes. Alleen moet je die dan in je mondje stoppen. In plaats van... Oh! Ja, ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar wij hadden dus vroeger fireballs. Oh, dat waren echt zulke rode ballen. Die deed je in je mond. Ging je dan ontsappelen, brandde je denk ik een kwartier in je bek. En daarna was het kauwgom. Niet tevreden kauwgom, maar in ieder geval, dit was het hele effect. Dit smaakt 100% naar fireballs. Dat hot staat er niet voor not. Niks. God, wat een... Zweet het door mijn bakkers van die dingen. De cijfertjes. Er zit altijd mijn tanden niet op. Amerikaanse snoepies. 2 soorten kleuren. Muizenkeuteltjes. Voor nerds. Niet te vreten. Ik zou gewoon niet doen. 1 ding. De grapes zijn nog smeriger dan de strawberries. Maar dit hele product krijgt bij elkaar van mij een 4.
Ja, god, wat is het? Een soort half kauwgom, half chocolade. Deze krijgt van mij, gewoon voor de vulling, een mooie 5. Hebben we dan een winnaar, Jan? Jazeker. En niet omdat het lekker is, maar puur vanwege de geschiedenis. Vanwege mijn terugdenkmomenten aan toen Jantje nog 12 was en naar het tankstation ging rijden op zijn fietsje om fireballs te kopen voor 50 cent. Gulden cent, jongens en meisjes. En dan kocht ik dat een week in mijn mond en dan reed ik naar huis met zo'n brandende fireball back. En ik vond het fantastisch. En nu komt dat door deze snoepjes. Kom zo. Weer in mijn hoofdje. Oh, wat heet. Krijgen van mij een prachtige, en alleen maar omdat het natuurlijk in mijn hartje zit, 7. Bedankt voor het kijken naar deze heerlijke reviews. Kotsmisselijk.